Op vrijdagavond, 19 januari, komen Charlotte en ik naar het Posttheater in Arnhem, omdat we dan de voorstelling gaan spelen, de cabaretvoorstelling Eddy voor het leven. En die gaat over, nou ja, ik heb ruim 30 jaar geleden, toen was zij er nog niet eens, heb ik in een televisieserie gezeten, die heette Vrienden voor het leven. En daar is nogal het een en ander gebeurd. Het is ook heel vaak herhaald enzovoort. Ik herinner me een krankzinnige avond dat wij de televisering wonnen. Nou, daar gaan we het allemaal over hebben. Wat me nadien is overkomen. Maar niet alleen over het verleden hoor, ook gewoon een paar lekkere conferences, een paar foute grappen ook erbij en zo. En een paar lekkere liedjes. En Charlotte speelt daar dan doorheen, zeg maar. Zij kan heel goed piano spelen. En echt heel goed. Ook niet alleen de witte, maar ook de zwarte toetsen. Nou, dat kan je allemaal zien en horen op zaterdag 19 januari. Als jullie komen, komen wij zeker ook. Tot dan. Toch? Witte en zwarte? Ja. Knap, hè? Ja.